Welkom terug, ook namens Hans van Breukelen en Louis van Gaal aan de kijkers. We kijken nog even voor de mensen die het gemist hebben of nog even willen zien naar de doelpunten en naar de belangrijkste momenten. Twee doelpunten in de eerste helft. 2 minuut 43 en dan zit hij er al in. Kastelen zegt dank u wel, lekker verdedigd. Ik peer hem erin, dit is mijn eerste doelpunt in het shirt van het Nederlands elftal. Weer uit een doodspelmoment, weer uit een hoekschop. De 2-0 is prima, dit is Van Nistelrooy na een steekpaas van Bommel. En zo scoort Van Nistelrooy en is de ruststand 2-0 in het voordeel van Oranje. Er wordt vervolgens niet meer gescoord. Wel nog kansjes. Deze kopbal bijvoorbeeld van Van Nistelrooy. En Kuyt die hem probeert binnen te houden. En een keeper die zich geblesseerd omdat hij een beetje merkwaardig naar die bal ging. Maar het mooiste moment misschien wel is niet een doelpunt of een bal tussen de palen. Maar precies op de lat. Schitterend geschoten van Bronckhorst. Die had meer verdiend. Maar 2-0 dus de uitslag in het voordeel van Nederland.